eerst naar de woningmarkt. Want de prijzen van huizen, van woningen, die stijgen veel harder dan gedacht. Dit jaar al 7,5%. En dat zet ook gewoon door, verwacht ook ABN AMRO Bank. Vooruitzichten op de woningmarkt die stijgen voor het derde kwartaal op rij. En daarom heeft ABN AMRO de prijsraming in de woningmarktmonitor naar boven bijgesteld. Want ja, het gaat harder dan iedereen dacht. Bij ons Philip Bokelo, woningmarkteconoom bij ABN AMRO. Meneer Bokelo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en het aantal transacties is ook gestegen. Hoe is dat te verklaren? Heeft dat te maken met die nieuwe wet betaalbare huur? Deels inderdaad. Het aantal transacties stijgt mede doordat er verhuurders besluiten om een woning te koop aan te bieden. Dat ze het niet langer willen verhuren. Dus die woningen vinden dan een weg van de huurmarkt naar het koopsegment. Ja. En dat wordt al geteld als transactie. Dus dat draagt bij aan het aantal transacties. Mm-hmm. Wat ook bijdraagt aan het aantal transacties is dat de NAG-grens begin van het jaar is verhoogd. En wat ook helpt is dat de prijzen inmiddels op een wat hoger niveau liggen. Mm-hmm. En eerder waren doorstromers niet van zins om een huis te verkopen tegen een lagere prijs dan de buurman kort daarvoor had kunnen verkopen. Ja. Dat hield ze een beetje tegen. Nu liggen de prijzen weer op recordhoogte. En dat maakt ze dan toch weer wat happiger om toch de markt te betreden en een woning te verkopen en te verhuizen. Ja. En ja, die prijsstijging die leidt er ook toe dat nieuwbouwwoningen waren eerder relatief duur ten opzichte van bestaande woningen. Mm-hmm. En dat is nu minder het geval. Dus woningen die even tijdelijk te koop stonden, die vinden nu een weg naar de koopmarkt alsnog. Ja, dus dat draagt eigenlijk allemaal bij aan het aantal verkopen. Ja, en precies. En dus ook aan de prijsstijging. Hè? En nu heeft de prijsraming dan ook als bank bijgesteld. Niet de betaalbaar. Want dan heb ik die doorstromer. Die kan nu inderdaad zeggen, ik doe een cash-out en ik ga heel mooi nu een hele hoop krijgen voor mijn geld, voor mijn woning. Dat gaat de betaalbaarheid van woningen niet veranderen. Zeker niet als de aanbod krapper is. Hè? Nee, maar gelukkig wordt de betaalbaarheid behalve door de prijs van de woning ook nog bepaald door de lonen en door de rente. En dat zijn compenserende factoren die eigenlijk ook de belangrijkste factoren zijn voor de prijsstijging. Mm-hmm. Maar inderdaad, de prijsstijging draagt niet bij aan goede betaalbaarheid. Nee. Dan. Dat opzicht staat Nederland ook ten opzichte van andere landen er niet per se gunstig voor. Mm-hmm. Even voordat we nog even naar het buitenland gaan, naar de plannen die de nieuwe coalitie heeft voor de huizenmarkt. Hoe kijkt u daar tegenaan? Want we hebben sinds kort die wet betaalbare huur, die niet echt geholpen heeft, zou je kunnen zeggen. Maar ik heb een nieuwe coalitie ook nog niet horen zeggen, we nemen afscheid van allerlei dingen. Nee, de nieuwe coalitie houdt eigenlijk vast aan alle plannen die ingezet zijn van Hugo de Jonge. Mm-hmm. Ja, aan de ene kant is dat denk ik wel gunstig dat je duidelijkheid hebt op het woningmarktbeleid stuk. Ja. Dat je daar niet een hele grote zwaai maakt. We hebben eigenlijk al een enorme zwaai gemaakt. Ten opzichte van Rutte 2, toen eigenlijk de markt alle ruimte kreeg, heeft Hugo de Jonge eigenlijk de koers weer teruggedraaid naar in de verhuurmarkt. In ieder geval meer ruimte voor woningbouwcorporaties. Ja, als het iedere keer bij elke wisseling van de coalitie, van het kabinet zou veranderen, zou dat denk ik weinig bijdragen aan stabiliteit. Dus in die zin is de stabiliteit gewaarborgd. Maar nieuwe plannen voor hoe het dan beter zou kunnen, die heb ik nog niet per se teruggelezen in het coalitieakkoord. Ja. Tenminste niet in die mate van detail dat je er ook wat mee kan. Dus er staat op zich best goede suggesties in. Alleen hoe ze dat willen uitwerken. Ja. Ze zijn erg weinig concreet. Ja, precies. Juist in die zin. En als we dit effect zien en je meet daar. Hè, je legt dan het uitblijven van concreet beleid naast. Waar gaan we dan heen, meneer Bokelo? Ja, ik denk dat we een beetje op hetzelfde niveau blijven als waar we zitten. En dat is toch weinig nieuwbouw, weinig aanbod. En dat draagt bij aan prijsstijgingen. Ik heb net allerlei andere factoren genoemd, maar het tekort aan woningen is natuurlijk een belangrijke factor ook. Ja. En het mooiste, die loonstijging, die is er nu wel eventjes. Alleen, die is op een gegeven moment ook op, hè. Dan is dat gecompenseerd. Althans, dat kan je dan niet meer terugzien. En als de prijzen dan stijgen, dan hebben we een probleem met z'n allen. Ja, maar ik denk dat de loonstijging eigenlijk zelf ook juist de reden is voor de prijsstijging. Dus op het moment dat die loonstijging zal wegvallen, zal ook de prijsstijging en naar mijn verwachting wat terugvallen. Ja. En dat is ook de reden waarom we voor volgend jaar een lagere prijsstijging hebben ingeboekt dan voor dit jaar. Ja, precies, ja. In ieder geval, we komen nog eventjes met de nodige procentjes bij dit jaar. Dank, Philip Bokelo, woningmarkteconoom bij ABN AMRO.